Hallo, welkom bij deze aflevering over het gedrag van mountainbikers. Ik werk al bijna 20 jaar aan de aanleg van mountainbike routes. Ik heb duizenden mensen gesproken, waaronder heel veel terreinbeheerders. En wat ik zo nu en dan terugkrijg over het gedrag van mountainbikers, soms begrijp ik daar echt helemaal niets van. Hoe kan je je in vredesnaam zo gedragen? Het imago van mountainbikers is ontzettend slecht en we hebben daar allemaal last van. Al die bossen die worden afgesloten, komt voor een groot deel door het gedrag wat wij vertonen. Daar gaat het in deze aflevering over. Ik heb 3 mensen uitgenodigd om me daarbij te helpen. De eerste is Marieke Fokkert, werkt bij de gemeente Ede en zij heeft de hele aanleg van de mountainbike route netwerk in die gemeente begeleid. Ze is een ruiter, door het project ook gaan mountainbiken, maar ik heb haar gevraagd als ruiter om eens uit te leggen waar je als mountainbiker rekening mee moet houden. De tweede die ik heb uitgenodigd is Jimme de Haan. Die heeft meegewerkt ook aan de aflevering over veiligheid. Daar heb ik hem geïntroduceerd, dus dat doe ik niet nog een keer. En de derde persoon is Rijn Zwaan, teamleider bij Staatsbosbeheer op de Utrechtse Heuvelrug. Is volop betrokken bij de aanleg en het onderhoud van het uitgebreide mountainbike route netwerk daar. Het belangrijkste om te weten voor mountainbikers is dat de paarden vluchtdieren zijn. Dus op het moment dat jij een paard van achter nadert, zeker als je daar geen geluid bij maakt, dat kan nog een hele heftige schrikreactie oproepen. En een paard kan er dan vandoor gaan of gaan steigeren of bokken en de ruiter afwerpen. Nou ja, als je van zo'n grote hoogte naar beneden valt, dan kan je je voorstellen dat dat behoorlijke consequenties kan hebben. Er zijn al wel eens wat ongelukken gebeurd op die manier. Dus het is altijd heel goed om daar rekening mee te houden als je een ruiter tegenkomt in het bos. Als je als mountainbiker in het bos gaat fietsen, zoek het dan niet op. Als je dan al die mooie paden in het bos hebt en je hebt keuze, kies dan een pad waar niet de ruiters zijn. Dus buiten de ruiterroutes heb je de mountainbike route of andere paden. Kom je dan een groep ruiters tegen, kies even een ander pad. Nou, als je er dan toch langs wil en je komt een groep ruiters tegen of één ruiter, zorg dan altijd eerst dat zowel paard als ruiter je horen. Zeker als je van achter komt. Dus vraag even of je er langs mag. Goedemorgen, mogen wij er misschien even langs? Je kunt vaak al aan een paard zien of die wel of niet door heeft dat jij erachter fietst. Dan worden ze soms wat onrustig. Dankjewel, fijne rit verder. Of ze draaien hun hoofd of hun oren naar je toe. Maar zorg ook dat de ruiter dat weet, want die zit natuurlijk op het paard en die heeft de controle als het goed is. Dus handig als die het ook weet. Zeg gewoon even, hoi, mag ik er langs? Als de ruiter zegt, ja kom maar, dan kun je er langs. Gaat het niet of worden de paarden heel onrustig, gaan ze draaien of ze gaan harder lopen, wacht dan gewoon even tot je er wel langs kunt. Een ander belangrijk punt is, ga als mountainbiker nooit door een groep paarden heen. Dus als er een groep ruiters rijdt, ga niet kriskras, zigzaggend door die ruiters heen. Niet als ze stilstaan, bijvoorbeeld om over te steken, dan zit er vaak wat ruimte tussen. Het ene paard gaat wat eerder dan het ander, loopt wat sneller dan de ander. Blijf gewoon rustig wachten tot de hele groep overgestoken is. En als mensen op een pad rijden, ruiters naast elkaar rijden vaak 2 aan 2, dan is het pad redelijk vol. Vraag of je er langs mag en ga zeker niet tussen die 2 paarden doorrijden, maar wacht gewoon tot je langs kan en ga gewoon netjes links of rechts wat de ruiter aangeeft er langs. Dat is eigenlijk heel belangrijk. De reden daarvoor is dat paarden kuddedieren zijn. Dus die willen altijd bij elkaar blijven. En op het moment dat daar iemand doorheen komt, raken ze gewoon in paniek. En dan krijg je een hele gevaarlijke situatie, dus doe dat gewoon niet. Wat de mountainbikers nog wel eens vergeten is dat paarden ook best een behoorlijke snelheid kunnen bereiken. Dus als een paard gaat galopperen, dat is de hoogste snelheid bij een paard, dan kun je toch maar zo 40, 50 km per uur halen als je echt goed doortrekt. Dus op het moment dat jij een kruispunt nadert met een ruiterroute, dat staat vaak aangegeven. En anders moet je natuurlijk gewoon even goed kijken of je zomaar kan oversteken. Vergeet dan niet dat er zomaar een paard aan kan komen of een hele groep paarden. Waardoor je natuurlijk ook best wel in een gevaarlijke situatie terechtkomt als je elkaar raakt. Een gemiddeld paard weegt 600 kilo. En dat is wel iets om in gedachten te houden als je dus een groep paarden passeert of als je elkaar tegenkomt op een kruispunt, al dan niet met grote snelheid. Want niet alleen de ruiter en het paard kunnen een gevaar zijn als ze schrikken, maar jij als mountainbiker ook. Als zo'n paard op je springt of jou raakt met een hoef. Dat soort situaties kun je natuurlijk beter vermijden. Er wordt veel gevraagd van de mountainbikers qua gedrag, maar er wordt ook veel gevraagd van de ruiters. Want je gaat niet zomaar met een paard het bos in.
Als je een jong paard hebt, of als je een paard hebt wat van nature wat meer temperament heeft, laat je hem thuis natuurlijk eerst wennen aan allerlei verschillende situaties. En als je dan in het bos komt, kun je nog steeds onverwachte zaken tegenkomen. Maar dan weet je wel een beetje hoe je paard reageert. Dan kun je daar al een beetje op voorsorteren. Dus zorg dat je paard ook een beetje weet wat hij tegen kan komen voordat je het bos in gaat. En houd allemaal wat rekening met elkaar. Dan blijft het allemaal hartstikke leuk in het bos. Ik wil jullie graag vertellen waarom het niet verstandig is om 's nachts te gaan mountainbiken of in de avonturen. Wij zijn als mensen hebben wij grote invloed op de natuur waarin wij ons begeven. En dat is op de dag al zo, laat staan in de avond. Er zijn een aantal diersoorten die hebben zich gespecialiseerd om vooral in het schemer en in de nacht te gaan fourageren. En dan worden ze eigenlijk wakker en dan gaan ze eten. En je kan je heel goed voorstellen dat wij als mensen op dat moment aanwezig zijn, dat wij daar invloed op hebben. Dat betekent, zeker als je gaat mountainbiken in de schemer en het donker in, hè, dat moet ook nog eens een keer met licht, hè, want uiteindelijk anders zie je niks, dat je op dat moment impact hebt op de dieren die daar aanwezig zijn. Je verstoort hun eetpatroon. Hè, ze kunnen niet uiteindelijk fourageren. Ze zullen moeten vluchten omdat ze van jou schrikken. Ze verwachten jou op dat moment ook niet. En daarmee verstoor je hun hele dagpatroon. Het kan daardoor voorkomen dat die beesten verzwakken, ziek worden en uiteindelijk daaraan doodgaan. Nou, dat willen we natuurlijk altijd voorkomen. Dus vandaar dat wij zeggen van ga nou niet na zonsondergang het bos in. Dat is ook in de meeste bossen in Nederland gewoon verboden om na zonsondergang nog in het bos te zijn. Dat staat altijd heel goed aangegeven op de toegangsborden bij een bos. En daar staat eigenlijk altijd de regel op, na zonsondergang is het verboden om in het bos te zijn en voor zonsopkomst. Hou je daar ook gewoon aan, hè? Om de reden die ik net noem. Maar er zijn nog een aantal andere aspecten die daarin spelen. Het beesten kunnen vluchten, omdat ze schrikken van het licht wat jij op dat moment bij je hebt op je fiets. En die kunnen gaan rennen, rennen de weg op en worden daar aangereden. Dat is wat we nog eens zien dat er gebeurt. En iets anders wat je ook niet moet onderschatten. Als jij 's avonds het bos in gaat, dan is er niemand meer. Het is daar donker. Je zou maar komen te vallen en je ligt daar hulpeloos naast je fiets. Ja, hoe krijg jij dan hulpdiensten in het donker op de juiste plek waar jij op dat moment ligt? Dus daarmee belast je ook een keer nog een hele hulpdienstapparaat. Dus doe het gewoon niet. Ga 's avonds na zonsondergang niet meer het bos in om te fietsen. Wat wij bij Staatsbosbeheer merken dat we regelmatig klachten krijgen over het gedrag van mountainbikers ten opzichte van andere recreanten. Die klachten die hebben invloed op de openstellingsregels bij Staatsbosbeheer. Als er veel klachten komen, dan zul je merken dat de openstellingsregels steeds strenger worden en dat je steeds minder mag als mountainbiker. Dat willen we voorkomen. Hoe gedraag je je nou als mountainbiker op het moment dat je een wandelaar tegenkomt? Eigenlijk is dat natuurlijk gewoon heel eenvoudig. Hoe wil je nou zelf als mens benaderd worden op het moment dat je daar zelf een keer loopt met je gezin? Dan vind je het ook niet fijn op het moment dat er een mountainbiker aankomt, niks zegt en ongeveer de vouw uit je broek fietst, waardoor je je eigen ongeluk schrikt. Je kinderen beginnen te huilen, noem het op. Dat wil je natuurlijk altijd voorkomen. Dus wat doe je? Je komt wandelaars, die zie je lopen en jij komt ze van achter, benader jij ze of ze komen je tegemoet. Dan haal je snelheid er als eerste uit. Dus je begint af te remmen. Je ziet duidelijk dat ze je gezien hebben of je maakt even kenbaar dat je er bent. Als je merkt dat je contact hebt met die wandelaars, groet dan ook gewoon even. Zeg even heel makkelijk, goedemorgen of goedemiddag. Wens ze een prettige dag en fiets dan rustig verder. Als je op die manier gedraagt, dan zul je zien dat wandelaars uiteindelijk daar begrip voor hebben. Dat jij ook gewoon een natuurbeleving op dat moment hebt en aan het genieten bent van het hele mooie bos om je heen. En ze zullen zich wat minder aan jou gaan storen, waardoor wij minder klachten krijgen. En waardoor de openstellingsregels mooi ruim kunnen blijven. Waardoor we ook op plekken kunnen fietsen waar we nu ook fietsen. We kennen allemaal wel de term zwerfafval. Dat er overal vuil ligt en zeker in het buitengebied. En dat wordt vaak ook onder de aandacht gebracht bij de mensen. Dat we dat hinderlijk vinden en dat dat veel tijd kost om dat op te ruimen. Maar daar moeten we de mountainbikers toch echt wel een compliment geven. Wat zie je nou eigenlijk rond de mountainbike routes? Dat het afval eigenlijk heel erg meevalt. Wat vinden we daar natuurlijk wel? Er ligt af en toe een bidon die eruit rammelt. Of er ligt een bandenlichter of een ander onderdeel van de fiets. Wat er afgevallen is of bij iemand uit zijn zak is gevallen. Maar daar blijft het vaak ook mee. Het ligt niet helemaal vol met allerlei andere afval. Wat we ook heel erg zien, en dat vind ik echt altijd heel erg mooi, de mountainbikers nemen daar ook nog zelf een stukje verantwoording in.
Ja, en dat doen ze door af en toe een rondje te lopen over hun routes. En dan wat er ligt aan een bidon of aan een CO2-patroon of aan een bandenlichter. Om dat netjes op te rapen en te verzamelen. Maar over het algemeen ligt er gewoon niet zo heel erg veel. Dat wil ik natuurlijk heel graag zo houden. Dus dat compliment wat ik nu geef, knoopt het in je oren. En dat betekent het ook, houd het vol. Neem je gelletje wat je hebt gegeten, steek dat weer in je zak. Blijf dat vooral doen. Dat vinden mijn collega's ook heel erg prettig. Dat ze heel weinig zwerfafval voor jullie vinden. En laten we dat met elkaar zo houden. In de aflevering over het klassificatiesysteem van de NTFU is verteld over de groene, blauwe, rode en zwarte routes. En deze rode en zwarte routes die worden gewoon technisch een stuk moeilijker. En wat ik zie als inspecteur van de NTFU is dat er op deze rode en zwarte routes zich nog wel eens mensen bevinden die zich een beetje overschatten. En dit is voor hun natuurlijk niet leuk als ze op stukken lopen eigenlijk, waar je eigenlijk zou moeten fietsen. En daarnaast is het ook gewoon voor het pad niet goed, omdat dat het gewoon stuk gelopen wordt. Zoals hier. Bijna elke route heeft wel een trailcrew. Deze trailcrews die zorgen voor het onderhoud van de route. En het zou kunnen zijn dat deze trailcrew jullie vragen om niet te fietsen op de route. Meestal heeft dat te maken met heel erg nat weer. En dan hebben we heel veel modder op de route en dan zorgt dat voor een heleboel extra onderhoud. Het kan ook zijn als het super droog is, zoals hier. Dit gebeurt alleen niet heel vaak per jaar. En als het gebeurt, als ze dat vragen, dan kan je eigenlijk beter gewoon even ergens anders gaan fietsen op de gravelpaden of zo. Zodat de routes een beetje heel blijven. Jullie hebben net van Jimme, Marieke en Rijn gehoord wat je kan doen om ervoor te zorgen dat niemand last van je heeft. In mijn 20-jarige carrière weet ik hoe belangrijk dat is. Het imago van mountainbikers is echt heel slecht. En zoals Rijn zei, dat gaat gewoon ten koste van de openstellingsvoorwaarden. Dus als je je nou gewoon een beetje gedraagt, dan zorgen we ervoor dat de openstellingsvoorwaarden zo blijven zoals ze nu zijn.